Dit is Corrie. Zij is 45 jaar, getrouwd met Aten en samen hebben zij twee dochters. Corrie wordt behandeld als de sloof in huis. En omdat ze dat helemaal zat is, schakelt ze zwarte hand in. Echt met mijn hand in mijn haar. We zijn met z'n vier in één huis, maar het huishouden komt altijd op mij. Dat wil zeggen, ik ben een werkende moeder, wat heel wat uurtjes maakt. Maar alles wat in huis gedaan wordt, moet ik doen. Dit is de kamer van mijn oudste dochter. Ze is 19 jaar. Sharon. Dit is haar kast. Dit is hetzelfde man. Dit is de kamer van mijn jongste dochter. Die is nog erger. En dit is weer wat elke avond gebeurt. Iedereen is weer vervlogen. En ik ben nu helemaal zat en ik weet mijn eigen geen raad meer. Dus ik sta echt met mijn handen naar. Dus alsjeblieft, zwarte hand, help me. En schud ze wakker. Terwijl haar gezin ligt te slapen en van niks weet, vertrekt Corrie voor een lekker weekendje weg. Wij sluipen naar binnen en wachten in de huiskamer tot de eerste wakker wordt. En dat duurt wel even. Mooi. Godzijdank. Wat is dat? Hé, mama. Zeg maar eens. Oh, hè. Wat is dat allemaal, jongens? Jullie zijn van die boot. Jullie zijn op die boot geweest. Nee, van de boot zijn we niet. We zijn van Zwarte Hand. En wij gaan jullie onder handen nemen. Als eerste hebben we een videoboodschap voor jullie. Zo, goedemorgen, luidjes. Zijn jullie op? Nou, is goed. Schouders eronder, want het wordt een druk weekendje voor jullie. En voor mij niet, want ik ga het lekker genieten. En niet jullie. Jullie gaan leren soppen en schoonmaken, wat ik eigenlijk altijd doe. En nou ben ik een keer geen aspoester, maar jullie. Heel vervelend, ik heb het al zo vaak gevraagd en gezegd. Maar ja, het komt bij jullie niet goed over, dus nu heb ik de zwarte hand erbij geroepen. Doe je best, hè. Laat zien wat je kan. Doei! Dat is serieus wel een rol. Zo'n pijn aan druk krijgen. Pa? Beste Sharon, Rachel en Aad. Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, is Corrie het huis uit. Het feit dat jullie niks doen aan het huishouden en vergeten voor haar te zorgen, heeft haar doen besluiten te vertrekken. Zij komt niet meer terug. Tenzij jullie laten zien dat jullie jezelf kunnen redden zonder haar. Het huishouden moet gedaan worden. Dus dat betekent wassen, strijken, boodschappen halen, ramen lappen, eten koken. Ja, ik weet het niet te halen. Voor een beetje verzet waren we al bang. En daarom is hier korporaal Wesley Mutsaert. Zie je even gaan staan hier naast elkaar? Nee, ik ga mee. Dat doe ik echt niet. Kom op, dames. We gaan eerst eventjes jullie kamer een beetje goed schoonmaken. Oh. Ja, want ik hoor dat het één grote band is. Maar meneer, ik hoor dat u ook heel wat discipline moet bijbrengen. Ja, meer dan ons. Je moet gelijk die vuile was weggooien. Gewoon zorgen dat die kleding netjes blijft, ja? Je ziet er niet uit, man. Heerlijk. Ja, lekker. Nee, dit moet ik wel vaker gaan doen. Lekker rustig. Ze zijn flink bezig thuis, dat denk ik wel. Ze zijn flink gesproken, denk ik. Ja, ze hebben wel weg. De meiden moeten inderdaad ook wel een beetje beter opruimen. Dat is. En zelf zou ik misschien ook wel wat meer, maar ik werk heel de dag, hè? Ja, zoals ik al zei, als iedereen gewoon wat doet, dan is het geen probleem. Maar ja, als niemand het doet. Schoon. De kast is ook niks opgeruimd. Het ziet er een stuk beter uit. Corrie is nog steeds een lekker weekendje weg en nu krijgt ook zij een videoboodschap. Dankjewel. Oké. Oh, ik ben nou wel benieuwd. Hi, ma. Nou, dat was wel even schrikken wat je hebt gedaan. Maar we gaan nou meer helpen met huishouden. We gaan nou een schema maken en taken met z'n allen. Met z'n allen. En we gaan taken verdelen om jou ook een beetje te helpen. Want we weten wat het is. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt. We missen je. Nou, we houden van je. Love you. Kom even uit. Kusjes. Ja, dat is super. Oh, erg hè. Dat is erg hoor.
Ja, dan ben ik, gewoon emotioneel. Als mijn gezin hier, dan ben ik gewoon emotioneel. Dan ben ik gewoon een truttebol. En door al deze goede voornemens van haar gezin heeft Corina 3 dagen relaxen weer echt zin om naar huis te gaan. En daar wacht haar nog een verrassing. Ja, mijn vader. Hallo, meisjes. Hallo, schat. Hoe is die? Hoe is het gegaan? Goed, leuk. Onze kamer opgegaan. Nee, dat werd misschien wel op tijd, denk ik, toch? Oh, hoi. Ik ook, ja. Oké. Okay. Leuk, hoor. Hoi. Waar ben je schoren? Zo. Waar ben ik? Is mijn kind zijn kamer? Dat is niet te geloven, zeg. Zo, Cheryl. Vind je dat zelf niet ook niet prettig, hè? Ziet er ook een beetje leefbaar uit hier, zo. Ja, dat is toch beter zo? Nou, Zwarte Hand, hartstikke bedankt. Ik vond het echt heel leuk om dat te doen. En ja, hierbij nogmaals hartstikke bedankt. En ik hoop dat hij overkomt, de boodschap. Ja? Mooi gesproken. Mooi gesproken heb ik, hè? Hey. Mooi gesproken. Iedere week ontwerpt Zwarte Hand een nieuw verkeersbord en dat testen we op straat. Onze inspiratie halen we uit het dagelijks leven. Deze week dit bord. Wat betekent het? Geen idee. Verboden voor voetgangers. Geen idee. Oh, dat heeft natuurlijk te maken met die campagne voor dat ze B2 of zo gaan doen voor vette producten. Verboden voor opblaaspop of voor sumo-worstelaars. Nou, er staat iemand die nog wel groot van omvang is en er staat een kruis bij. Dus ja? Geen dikke mensen. Wat dient het nou eigenlijk voor? Nou, dus te voorkomen dat dikke mensen gewoon het hier de markt op gaan. Men heeft gevraagd of ik het wilde doen en ik ben zelf ook niet de magerste. Maar ik kom dan nu ook absoluut niet aan die kant van dat bord. Mogen hier nooit meer dikke mensen komen? Nou, als ik het bord weer weghaal wel. Hij zou bijvoorbeeld niet aan de andere kant van het bord mogen komen. Maar jij bent een beetje stevig. En ik? Nou, jij gaat net. Kan net door de beugel, denk ik. Waarom zou dat een geintje zijn? Van te veel eten word je dik. Dit keer staat ons bord op de markt in Den Bosch om dikke mensen te helpen vette verleidingen te weerstaan. De markt is dan vandaag ook verboden voor dikke mensen. Als je bijvoorbeeld een grote dikke buik onder je t-shirt vandaan komt en je zit te eten, dan is het wat onsmakelijker. Als dat je gewoon zo aan het winkelen bent en er komt iemand die wat gezetter is voorbij. Die blote buiken met die tatoeages en zo, daar hou ik dus niet van. Dat vind ik dan inderdaad wel onsmakelijk. Daarom mag ik u... Mag ik u even vragen met me mee te gaan, deze kant? Het is niet de bedoeling dat dikke mensen over de markt lopen. Oh, dat is het niet. Waarom kom ik hier niet? Nee, maar het bord komt niet van hier. Nee, we kwamen van die kant. Ja, dan gaan hier uw wegen scheiden, denk ik. Ja, hè? Uw vrouw mag door of uw vriendin en u gaat terug. Ik heb niet gemist als ik graag vrediging had gelegen. Oh, vindt u dat? Maar het is toch heel duidelijk wat het bord inhoudt? Nee, die ga je mee. Hè? Weet ik niet. Kom. Dag hoor. We kunnen overal borden voor invoeren, of niet? Voor dunne mensen, lange mensen. Ik vind grootschap. Ja, belachelijk. Mag ik dat niet zeggen, toch wel, hè? Ja, hè? Ja. Hey, die man, die moet je verwijderen. U mag daar niet lopen. U mag daar niet lopen. Meneer, zag ik u nu echt net een dikke meneer wegsturen? Ja. Van? Ja, dat bord. Daar mag geen dikke meneer lopen. Dan krijg je straks verboden voor mensen met rood haar. Het is geen gevangenis, dat stukje. Wat ga je doen? Meneer, u zegt nou wel verboden voor dikke mensen, maar ja, daar neem ik geen genoegen mee hoor. Dus ik ga er gewoon door. En ik draai het bord om? Nee, draai het niet om. Ja, nee, want zometeen zegt u van mensen zonder haar mogen er ook niet meer door. Daar gaat het toch niet om? Nee, daar gaat het wel. Dat is niet waar. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Ja, het gaat erom dat er dikke mensen waar niet meer doorgaan. Ik ga een heleboel mensen halen nu, ja? Die ook te dik zijn. Mm-hmm. En die gaan nu die gaan tegen u zeggen van meneer, heb ik niks mee te maken. Dus... Ik haal al mijn dikke vrienden op zo, als u mij er niet doorlaat. Nou, dan gaat u al uw dikke vrienden maar halen. Moest niet mogen, dat vind ik. En als ik er graag overheen ga, ga ik er overheen. Of er een bord staat, ja of nee. Elke